de nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven wat je nooit hebt gekregen. Tot de zon weer zal schijnen, is de nacht van ons beiden. Hallo allemaal, dit is onze eerste vlog. En we hopen dat jullie er heel veel plezier aan gaan beleven. Het zijn een paar kleine blikjes in ons leven, speciaal voor jullie. Dus ga lekker kijken en laat hieronder weten wat je ervan vindt natuurlijk, hè, want dat vinden wij heel belangrijk. Zeker weten. Nou, kijken maar. Nou, goedemorgen allemaal. Het is zondagochtend en gisteravond waren we laat thuis. Maar Frans moet vanmorgen moet hij een bedje, een dingetje ophalen, dus we gaan gezellig mee om te helpen. En kijken wat het gaat worden. Ik hoop niet dat ik te veel hoef te tillen. Nou Frans, waar gaan we heen? We gaan even naar Dreumelen, geloof ik. Dreumelen? Even een slaapkamertje ophalen. Waar ligt Dreumelen nou weer? Het is 20 kilometer hier vandaan. Oh, het is maar heel ver, het is heel kort bij. Maar je ziet het, de auto is allemaal klaar. Kar erachter. Nou, we hebben er zin in, toch? Let's go! Wat heb ik er zin in? Ja, ik vind het koud, dus ik heb de muts maar opgedaan. En als jij nou de navigatie even aanzet, dan weten we waar we heen moeten. Heb de land staan. Heb de land staan. Nou, we gaan rijden. Nou, tot later. Nou, je ziet het. Hij is nog leeg. Frans is al bezig. En als hij volle zak het ook laten zien. Lukt het een beetje, Frans? Gaat helemaal goed. Moet ik helpen? Ik ben aan het helpen. Oh ja, ik ben al aan het helpen. Nou, we zitten bijna op. Kijk, Frans is nog bezig. Lukt het, Frans? Helemaal goed. Ja, zie je, de kar is al bijna vol. Niet alleen de kar. Maar ook dit natuurlijk. En dan, ja, dan zit het weer op. Frans kan zo goed laaien. Ja, ik help graag mee. Meestal, maar het is nooit goed wat ik doe. Dus hij doet het gewoon lekker zelf. Kijk, zie je dat? Bijna klaar. Nou ja, ik zie geen rek in ieder geval. Nou, het zit er bijna op, je ziet het. Het is typisch koud, dus ik hoop dat ze niks meer hebben. Dus moet ik weer buiten blijven staan. Nou ja, we zien het zo wel. Maar je gelooft het nooit, het zit erop. Ja, dat is goed. Ik heb een pak en een zak. Dus. Nou, het weekend is weer voorbij. Maandag, we gaan weer beginnen met werken. En we gaan onderweg naar Amsterdam. Pinketanus, die Horecava begin is vandaag begonnen. Ja. Dus we gaan vanavond even wat mensen vermaken. De hele week door. Dus misschien zie ik jou straks nog in Amsterdam. En misschien een heel klein watertje. Oh jee. Nou, daar zijn we dan. Hartje Amsterdam. Wat een tyfuskou. Hij vindt het weer koud. Maar het is wel mooi hier. Kijk, zie je dat? Het ziet er prachtig uit. Het ziet er wel mooi uit, maar het is wel koud. Ja, de muts moet je ophouden, want het is veel te fris. Ja goed, we zijn bijna bij de kroeg. En dan gaan we beginnen. Dus, tot later. Dames en heren, zitten bijna op en ik word beveiligd vanavond door Ronald. Ja, deze man die beveiligt ons. Niet normaal, je hebt het nodig hoor. Wel, hè. En we gaan nou even door naar Keetje Tippel, hè. Nog één keer. Nou, tot zo. Slechts in dromen was jij voor mij. Waarom mijn dromen komen uit, jij bent niet in mijn leven. Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo mooi vlak. Jouw ogen zeggen.
veel van... Nou, het zit erop. De eerste avond horecava. Hoe vond jij het? Ik vond het wel een beetje droog. Hij vond het weer droog. Een beetje droog, weinig drank. Het is koud, en, mensen. Wel super gezellig. Ja, het was heel gezellig. En nou, als we morgen weer gaan, drinken we even een watertje erbij. Ik weet niet of jij morgen meegaat, maar morgen moeten we weer bij Picatanus en Keetje Tippel. Dus dat zien we morgen nog wel als ik meega. Maar als ik meega, drinken we morgen even een watertje erbij. Oké, nou op dat dinsdag. Slaap lekker allemaal. Doei, doei. Doei. Ja, het is best vermoeiend zo'n horecava voor sommigen. Nou, toedeloe. Believe it or not, I was with Albert Thames. Hallo allemaal. Nou, het is weer een nieuwe dag. Het is zondag. De week van de horecava is voorbij. Gisteren lekker in Heerenveen gestaan, samen met Frans. En je ziet het, Frans die rijdt vandaag. En ik ga ernaast even zitten slapen, denk ik. Want vannacht heb ik bijna niet geslapen. En straks gaan we naar de dameszitting in Heerlen. Voor de tweede keer, want vorig jaar waren wij er ook en toen was het helemaal geweldig. En daarna gaan we bij een vriendin langs en nog eventjes bij mijn schoonmoeder natuurlijk even wat eten. Want die zit op de route, daar rij je niet voorbij. En we hebben gisteren natuurlijk een prachtige vuurwerkshow cadeau gekregen. Ja, dat moet ik eigenlijk even vertellen. We hebben gisteren waren we op een verjaardag in Heerenveen. En ik kende die mensen nog niet zo goed, maar het was zo ontzettend leuk en gastvrij. En wat kregen wij aangeboden? Een vuurwerkshow. Voor de verloving. Voor de verloving van ons. En ook tevens voor de verjaardag van die persoon natuurlijk. Maar ook voor ons werd gemeld in de zaal. En wij moesten even blijven om te kijken. En het was echt geweldig. Echt kippenvel. Ja. We hebben even nog een drankje opgenomen. En toen weer 2 uur naar huis toe. Ach ja, wat is 2 uur, hè? 1 watertje dan. Meer was het niet, hè? Oh ja, het is ook nog een miserige zondag. Zie je het? Het regent. Druk op de weg. Maar ja. Op naar de vlaaie kant. Nou, we zijn even gestopt langs de weg na 2 uurtjes rijden. Even een bakkie doen. Even een bakkie. In het mooie zuiden van Limburg. Heerlijk. Helemaal bijna ondergesneeuwd, kijk maar. Ja, kijk, er ligt sneeuw, mensen, kijk. Hoe moet dat nou straks op de weg? Maar we hebben sneeuwkettingen bij, dus dat komt helemaal goed. Ach ja. We gaan er gewoon naartoe en nog een half uurtje dan zijn we er. En dan kijken wat de dames in de zitting te beleven hebben, dus. Het zal vast goed komen, toch? Nou, later. Nou, ik hoop jullie te horen, maar we zijn binnen bij de bank. Frans is al druk bezig. Kijk eens. Ik laat het jullie even zien, hè. Kijk even. We zijn nog boven, maar we gaan zo naar beneden. En dan gaan we een feestje bouwen. Hij heeft het alweer te pakken natuurlijk, hè. Tot zo! Dames, hebben we een beetje zin in? Ja, maak maar. Ja? Ja? Gaan we een feestje maken zo meteen? Ja, ze zijn echt een feestje. Zeg maar jullie. We hebben een goed momentje natuurlijk, mensen. Zo gaat dat, hè. Yeah.
Nou, dit was hem dan, onze eerste vlog. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ja, ik vond hem zelf wel heel erg leuk geworden, moet ik zeggen. En als jullie ons willen volgen, ja, vind ik wel. Okay. Dus als jullie ons willen volgen, volg ons dan op dit kanaal. En delen zou helemaal te gek zijn. En hoe meer mensen we op ons account hebben, hoe meer mensen dat we kunnen bereiken. En natuurlijk elke ochtend 8 uur Blauwe Beer Koffie met Fransie. Koffie op met TikTok, Frans. Mensen. Ja, volgen. Doei, doei.